Het beraad van de douanebond is vanaf gisteren aangepast. Douaneambtenaren werken nu tot en met 12 uur 's middags en gaan daarna in beraad. Bondsvoorzitter Joyce de Vlug zegt in gesprek met onze redactie dat de leden zijn meegegaan met het voorstel om te werken tot 12 uur, omdat financiën minister Agai Bersin de kwestie van het veranderd managementteam heeft gewijzigd. Echter worden de acties nog niet opgeheven, omdat er nog steeds geen oplossing is voor de punten die zijn aangekaart. Wat betreft de rechtspositionele zaken staat alles nog recht overeind. Er is nog niets daaraan gedaan. En we hadden de afspraak, we gaan eerst naar onze ALV, want in zo'n situatie is de ALV die de besluiten neemt. Dus we gaan terug naar onze ALV om de mensen te informeren en dan gaan we terugkoppelen. En dat hebben we ook gedaan gisteren. En er is een besluit daaruit komen rollen. Hebben we de minister ook opgestuurd. En ik mag zeggen dat de minister, ik heb het ook gelezen vanmorgen, via de media, dat de minister zegt dat hij diep teleurgesteld is in het besluit is genomen. Maar dan nog zeg ik dat het een rechtvaardig besluit is. Of wat er is gevraagd van de minister. Ten aanzien van die VMT, veranderingsmanagementteam, net als wat er is gevraagd, dat de mensen als adviseur van de minister, hij mag de mensen aanstellen als adviseur van hem, maar niet een managementteam hier zo binnen de douaneorganisatie. Bond en minister hebben overeenstemming bereikt over het transformeren van het veranderd managementteam naar een werkgroep die de bewindsman zal adviseren, zegt de Vlug. Op basis van deze afspraak heeft de ALV besloten het beraad aan te passen. Bij de vervolggesprekken is het naar zeggen van de bondsvoorzitter wel de bedoeling om spijkers met koppen proberen te slaan. Twee wordt er gevraagd, minister, baken een termijn af. Betreffende die rechtspositionele zaken, baken een termijn af. Zodat wij weten als je zegt 15 februari zijn deze drie zaken orde, ik zeg maar wat. Dan weten we van, u heeft een termijn afgebaken, dus dan gaan we werken, ja. Maar dat we zeggen, we komen 15 februari, na 15 februari, als die dingen niet orde zijn, zitten we weer hier. Maar baken een termijn af. Die mensen hebben niet veel gevraagd. Dat is er gevraagd. En die twee dingen geven ze aan. Als u ons dat kan geven, toch? Totdat u ons dat kan geven, dan blijven we in beraad. En dan nog hebben we de werktijden een beetje versoepeld. Dus na 12 uur. Maar de minister is niet zo blij met het besluit van die ALV. En eigenlijk heeft hij aangegeven gisteren nadat hij het bericht kreeg dat hij niet meer aan tafel met de bond zou gaan zolang we ons werk niet hervatten. En ik heb wel overheid weer met hem geappt. En ik mag zeggen uiteindelijk, en dat is wat we straks de leden gaan informeren, uiteindelijk heb ik vanmorgen wel een app gehad. Dat hij ons uitnodigt vandaag om 5 uur. Bondsvoorzitter de Vlug bekent wel hoopvol en positief gestemd te zijn over de uitkomst van het gesprek met minister Agai Bersin. Bij de samenstelling van ons journaal was het gesprek tussen partijen nog gaande.